Weet je wat het grote voordeel is van al wandelend coachen? Dat je ook letterlijk je klant stappen kunt laten zetten. Zo deed ik dat ook met Karel. En Karel, dat was iemand die had één patroon waar hij ontzettend veel last van had. Je ziet misschien dat ik een beetje onhandig loop. Ik ben nog niet zo gewend om zo op deze manier te filmen. Maar goed, Karel die had een bepaald patroon en dat was hoogst irritant. En wat ik hem liet doen is op een pad helemaal voor laten stellen wat dat patroon inhield. Wat hij dan deed en wat hij dan niet deed. En ik liet hem heel goed in die beweging komen. En wat ik vervolgens deed, was hem een ander pad laten kiezen, wat stond voor een ander patroon. En ook dat liet ik hem er helemaal inleven en wat dat zou betekenen voor hem en wat hij dan wel en niet zou doen. En op die manier voelde hij daadwerkelijk het verschil van die verschillende patronen. En het grappige is, je kunt natuurlijk zeggen van, ja, dat is dan ook maar een momentopname. Nee, dit gaat onbewust heel goed doorwerken. Dus probeer het eens uit met je klanten. Laat ze letterlijk eens een pad lopen voor het ene gedrag en voor het ander. Voor het ene patroon en voor het ander. Of voor welke verschillen je dan ook duidelijk wil maken. Het werkt echt. Succes en heel veel plezier.